Ik ben Jinte Talpan, ik ben 17 jaar en ik zit hier op Landstede Zwolle. Ik ben op dit moment eerstejaars en ik rook hier rond op het leerwerkplein. Hier kunnen we werken aan onze concepten voor bijvoorbeeld nieuwe opdrachten. Pas hadden we bijvoorbeeld de opdracht Het Perfecte Plaatje. Daar maak je 3 compleet verschillende foto's. Dus bijvoorbeeld een architectuurfoto en een futuristisch portret. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik heel erg hou van creatief bezig zijn met beeld. Ik hou ervan om het te uiten daarin. En ik kan ook niet wachten tot ik geslaagd ben, want dan kan ik zo meteen hopelijk internationaal bezig. En dat zou ik echt ontzettend tof vinden. Ik loop op dit moment binnen op het editinglokaal. Hier zit editen bijvoorbeeld foto's, maar natuurlijk ook video. Maar daar weet Hidde veel meer over, dus ik geef de camera aan hem. Hey, ik ben Hidde. Ik doe de audiovisueel specialist opleiding. Ik zit in het eerste jaar. En nou, ik ben dus op dit moment nog bezig met de montage voor school. En zoals je ziet ben ik hier dus op school, want ben ik in een montagehok. En ik doe deze opleiding eigenlijk omdat ik gewoon het filmmaken heel erg leuk vind. En hoe vertel je nou een verhaal, hoe monteer je? Ik loop nu naar het theorielokaal toe. Dit is het theorielokaal en er zijn mijn klasgenoten bezig met het leren hoe je eigenlijk met camera's werkt. Dan gaan we echt bezig in het werkelijkheid met camera's. We gaan nu door met andere dingen, maar we hebben namelijk ook nog een fotostudio. Hoi, mijn naam is Shemaine en we zijn hier in de fotostudio, zoals je kunt zien. We zijn met een vette shoot bezig. Wij kunnen zelf ook ons studiocertificaat halen en dan zelf in de studio aan de gang. Maar we hebben ook gewoon hele vette opdrachten vanuit school dat we hier bezig zijn. We hebben best wel veel tijd in de studio. En het is gewoon super leuk dat je dan ook zelf de studio kunt huren. En we hebben een tv-studio. En dit is de tv-studio. Hier worden onder andere lessen gegeven over hoe je de regie doet. Dit is echt de regiekamer namelijk. En ook wordt hier de Landstede-uitzending allemaal gemaakt. Ben jij nou ook enthousiast? Meld je dan aan.